Hi, welkom bij een splinternieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Wij gaan vandaag de 4 mijl van Groningen doen. Dit is de grootste 4 mijl run van compleet Nederland. En er doen ongeveer 13.000 mensen weer mee. Nou, het is prachtig dat dit weer kan. En wij gaan er zeer veel van genieten. Moet je kijken wat een drukte al. We lopen van Haren naar Groningen toe. Dus het centrum van Haren naar de Vismarkt in Groningen. En wij gaan jullie daar natuurlijk weer zien. Vergeet niet even subscriben, druk even op het belletje en like deze video. Want ik ga nog veel meer van dit soort grote runs maken. Ik zie jullie bij de start. Nou, het is zover. Wij kunnen richting de stad lopen. Wij pakken hier het vak. We zijn in wave 9. Dus wij gaan er eens even bij tussendoor. Dank u wel, meneer. Dank u wel. En wij gaan hier heerlijk de 4 mijl van Groningen lopen. Het is behoorlijk druk hier. Kijk maar even mee. Eén grote, gigantische drukte. Zo druk hebben we het nog een hele tijd niet gehad. Nou jongens, ik spreek jullie bij de start. Tot zo. Nou, we komen nu wel erg dichtbij. En ik geloof dat wij zo kunnen gaan beginnen. Ik zal voor deze aflevering een klein beetje muziek eruit filteren. Want anders dan gaat YouTube mij natuurlijk bannen. En daar hebben wij geen zin in. Wij gaan genieten. Je ziet me zo over de stad heen komen. En ik hoop dat dit een gigantisch leuke run voor jullie was. Jongens, geniet ervan. Ik vind het nu al heerlijk. Joho!
We zijn alweer een leuk eindje onderweg. 1,7 kilometer. En het eerste leuke bandje is alweer gearriveerd. Nou jongens, even kijken hoor. Nou, dat was toch prachtig om even te zien. Leuk man. Beetje live muziek. Onder de run. Is altijd goed. Wij zien elkaar zo wel even weer. Jodel! En er komt ons alweer een leuk bandje tegemoet. Geniet maar even mee jongens. Heerlijk al die muziek. Dat was weer prachtig om te zien. Ja, drumbandje, poprockbandje. En we zijn nog maar net. De eerste 2,5 kilometer voorbij. Benieuwd wat ons nog allemaal staat te wachten. Ho! Wacht dit eens even. Dit is lekker. Een waterpostje. Dat slaan wij natuurlijk nooit over. Heerlijk, een beetje water. Zo, dat smaakt heerlijk goed. Lekker man. We gaan nu... op voor de volgende 2,5 en nog weer 1,4. Gaat helemaal goed komen.
Jongens, tot straks bij het volgende mooie straatfeestje hier tussen Haren en Groningen. Tot zo! I go back.
drukte hier. En alweer een hartstikke mooi toeterbandje. Nou, we daar even een paar minuten. Kijk, daar staan ze weer. Nou, mooi toch. Ze hebben hier een heerlijk feestje. En wij vieren het heerlijk mee. Ik spreek jullie straks bij het volgende mooie evenementje hier. Yo, we gaan ons best doen.
Hey! Nou, we zijn er weer. Het volgende waterpasje. Heerlijk. Maar het smaakt het toch goed. Jongens, ik heb hem al. Hey! Nou, wij dampen hem even verder. Nog een kilometertje te gaan of zo. Yo! Kijk, dit is vervelend. Ik word iedere keer maar afgeleid door leuke beentjes. Nou, gaan we hier maar even lopen kijken. Jongens, geniet er maar even. En nou, dat was toch eens even mooi om te zien. Wij gaan nog even. Tot de volgende stap. Of tot de finish. Ik zie daar wel een brugje omhoog. Ik hoop niet dat dat een brug te ver is. Wij zien elkaar zometeen. Yo!
Nog 300 meter en kijk eens wat een topdrukte hier. Allemaal te genieten van dit laatste stukje en dan hebben we hem weer gehaald. Nog 300 meter, hartslagje 180, heerlijk. Misschien val ik daar wel een beetje vanaf. Nou, we gaan de laatste 250 meter nog even traceren en dan hebben wij hem ook in de pocket. Ik zie jullie bij de finish. Yo! Als u vervindt bent aan het lopen, ik zie alleen maar rampende blijven na de finish. Hallo, Henry, ben je in de leiding? Zeker. Handjes in de lucht als je gaat finishen. Handjes in de lucht. Dat was hem dan, de 4 mijl van Groningen. 6,4 kilometer van Haren naar Groningen toe. 13.000 man deden er mee. Nou, dat kon je ook wel aan de run zien, want ik kwam bijna nergens doorheen. Het was stervensdruk. Toch ook heel wat leuke bandjes gezien.
En ja, ik heb heerlijk genoten van deze run. Ik ga hem volgend jaar sowieso weer doen. En we gaan hem dan binnen 38 minuten lopen. Hij was nu net iets over de 38 minuten. Volgende week gaan we meedoen aan de Zuidlader Marktloop 2021. Ik hoop dat dit ook een hele mooie loop wordt. Ik geloof dat ik meedoe met de 5 kilometer. En ja, we gaan daar ook even van genieten. Ik zeg jongens, even onthouden. Subscribe op mijn kanaal. Like deze video. En druk even op het belletje. En ik zie jullie volgende week weer bij een nieuwe Rosso's Running Channel. Jongens, een lekker biertje van de kroeg. En we gaan de kroeg met eens in. Proost!